En die Gogel Oscar komt gewoon in een doorsneestraat in een doorsnee zolderkamer te staan in Doetinchem. Peter Egging krijgt de prijs voor alle goocheltrucs die hij heeft verzonnen op zijn zolderkamer. Ik stop alleen mijn energie in het spel. En je ziet dat het langzaam beweegt. Eén kaart komt eruit en dat is dan de kaart die gekozen is. Hart en even. En dit soort trucs die net iets verder gaan dan de goocheldoos verkoopt hij wereldwijd. De uitleg komt met een DVD en de attributen die je nodig hebt ook. Dus hier ga ik gewoon knutselen, knippen, plakken. Gaten in kaarten maken. Dat moet dan in één keer iets in verschijnen. Het klinkt simpel, maar de beste goochelaars van de wereld vinden dat 15 jaar goocheltrucs verzinnen de goochel-Oscar verdient. En ja, het is nog een beetje onwerkelijk voor mij dat ik hem echt krijg. Maar ja, je komt dan toch ineens in het rijtje van David Copperfield en Secret Roy te staan. En dat is wel heel bijzonder. Eind augustus wordt de prijs uitgereikt. Dat gebeurt in Bennebroek in het Magic Arts Center op 29 augustus.